The Zone. Vorig seizoen, lange bal van Reynolds is een goeie. Sayad Manesh misschien, ja, die blijft misschien de derde malen in blauw bezit. Uiteindelijk komt er geen kans uit voor. Toch wel een schot van Stassin. Schop uit het duel is voor Rasmussen van Union. 4 minuten bezig. Goed, ja, die gaat binnen. Gaat die binnen? Is die over de lijn? Ja, op voorsprong. We hebben een herhaling nodig om uitsluitsel te kunnen bieden. Ja, die bal is duidelijk helemaal over de doellijn geweest. Achter Bolat al. Grip kan misschien in die korte hoek proberen te verrassen, maar een voorzet is logischer. Maar toch doet hij het in de korte hoek en hij scoort. Hij scoort een vrije trapgoal. Haspolat, die ja, profiteert niet van de kleinste in die muur, maar lepelt hem wel over dat muurtje. Plaatst over die muur in de korte hoek en Anthony Maurice moet opnieuw een doelpunt in zijn eigen hoek incasseren. Was die houdbaar? Ja, het is wel in de hoek, maar het is wel de hoek waar hij het dichtst bij stond. Snelle ingooi en ja, ja, weer in het Westerloos shirt. Je kan geen buitenspel staan bij een met 3 punten afslag. Haspolat met de vrije trap. 23e wedstrijdminuut. Verlengd en dan moet Maurice die kopbal van Neustetter over zijn Reynolds, Amerikaan, met een beetje ruimte. Zoekt de combinatie. Metsen neemt over. Metsen. En de goal van Sayad Manesh. 3-1. Manesh met zijn tweede van het seizoen scoorde op de openingsspeeldag. Gaf ook een assist tegen Cercle Brugge met Boeri. 10 minuten nog tot het einde van deze eerste helft. Het is schade beperken bij de vice-kampioen. Hier komt de hoekschop van Haspolat. Stassin! En Tubize denken ze daar dus anders op. Vonden het geen kleren op, is er van vergot. Bal zit voor Anouar Aïtalac en die trapt. En Bolat die plukt. Pierre-Fort. Madsen. Alles doorheen de lucht. Voilà, de eerste helft is afgelopen in het Kuipje. Met Muzio. En dat was toch open op met de coach. Geen ingreep van McAllister. Stassin kan verder. Daar is Mebouri voor zijn tweede, maar goed uitgekomen door Maurice. Gevaar nog niet helemaal geweken. De voorzet van Reynolds naar de tweede paal. Stassin brengt hem heerlijk. En dan gaat die bal niet binnen, omdat McAllister ja, toch over de doellijn. Dat hebben we al bij de eerste goal gezien. Vermeesterd Union in de 50-50 duels. Reynolds, Zolenwerk, Reynolds, de Amerikaan scoort. Brian Reynolds even onder de voedsel. Het begint bij dat knokwerk tussen Rommes en McAllister. En dan gaat het heel snel via Mebou. Dit is een tweede goal in 71 wedstrijden voor Westerlo. Promise David ontsnapt. Promise David, het antwoord meteen van Union. Maar Bolat brengt redding met Sayed Manesh. Is heel simpel McAllister kwijt. En dan weg van de bal Machida in een botsing met Stassin. Maar die kan wel nog bijna scoren. Die kroop snel recht, maakte niet te veel mis. Lange bal Reynolds richting Metsen. Alcocer misschien met een kans. Ja, is niet linksvoetig, dus viseert hij zijn rechter. En dan doet hij het toch met links. En tot 2 maal toe. En de paal natuurlijk voor de Kemphaan. Balverlies Machida die een draak van een wedstrijd speelt. En dan houdt hij in tweede instantie Alcocer niet tegen. Ten derde maal ook niet. En de ingevallen Josimar Alcocer van 19 jaar ook was dicht bij een tweede seizoenstref. Scoorde dus 2 maanden, 3 maanden geleden. En Westerlo dat een soort benepen gevoel voetbalde het hele seizoen. Voetbalt nu frank en vrij. Puertas geeft mee. Dit moet een goal zijn voor Union. Dat is het ook. David scoort niet. Maar de gevolgde Fusseni wel. En daar heb je in de wedstrijd tegen Beerschot. Nu heeft hij zijn eerste goal. Bij Westerlo wel wat paniek zorgen. Puertas kan daar misschien voor zorgen, voor die paniek. Puertas! Deze keer los, Bolat hem niet. Mooi van Nicolas Metsen. Tuur Rommes.
Krapt achter het steunbeen, dan kan hij het over zich misschien bewaren. Zijn voorzet wordt eruit gepikt door Van Houten. Frigan nog tegen de deklat. Met een zelfgemaakt bordje. Karton op een bezemsteel geplakt met de vraag of hij zijn shirtje wil afstaan. Maar dat gebeurt niet. Voorzet met links naar de tweede paal. Niet onaardig. En Castromontes krijgt hem tot bij Promes David. En in de toegevoegde tijd hebben we de 4-3. Promes David, die veel dingen al had verknald, heeft nu een nummer mogen afsteken tijdens deze wedstrijd. Hier ging Promes wel nog heel fel door. Je moet dan echt uitkijken, want een strenge VAR zou eventueel wel kunnen vragen aan Reynolds, zou dus de Amerikaan kunnen geweest zijn. Het is afgelopen. Iedereen recht op de banken van het Kuipje, want na een eerste 6-6 sinds 2014-2015.